De voormalig FNV-voorzitter Willem Linders uit Veghel hoeft niet de cel in. Maar hij heeft wel een werkstraf van 240 uur gekregen. Linders perste een vrouw van 79 af voor geld. Justitie had een jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens de rechter is Linders verminderd toerekeningsvatbaar. In 3 brieven eiste Linders eerst 20.000 en daarna 25.000 euro van de vrouw. In de laatste afpersingsbrief stopte hij een kogel. En die brief werd door de politie onderschept. Linders stapte vanwege de strafzaak ongeveer 3 weken geleden op, kort nadat hij was begonnen als voorzitter van FNC Bouw. En onze verslaggever Arianne de Jong, ja, die was vandaag bij die uitspraak. En Arianne, die staat op de redactie. Ja, ik vind het toch een raar verhaal. Ontoerekeningsvatbaar zijn en dan voorzitter zijn van FNV Bouw. Ja, zo klinkt het natuurlijk ook. Verminderd toerekeningsvatbaar was het. Maar ja, dat kan misschien wel iedereen zijn, alleen weten we het niet. Dan gebeurt er iets in je leven, dan kom je bij de rechtbank, krijg je een psychologisch onderzoek en dan blijkt dat je verminderd toerekeningsvatbaar bent geweest op dat moment. Ja, nou heeft hij 240 uur werkstraf gekregen. Ja, als je dan bedenkt dat hij een vrouw van 79 dreigbrief heeft gestuurd, toch een beetje angstige momenten heeft laten bewegen. Het klinkt als een lage straf. Ja, inderdaad, dat klinkt hartstikke laag. Je kan het ook niet voorstellen. Hè? Je krijgt dus de kans om 3 dreigbrieven te sturen. En eentje zit zelfs een kogel. En dat kost je dan eigenlijk maar 240 uur werkstraf. Ja, dat is heel erg raar, maar er waren ook verzachtende omstandigheden. Wel heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat hij op zitting oprecht berouw heeft getoond. Er geen strafblad was en daarnaast de gevolgen voor hem en zijn sociale omgeving ook heel erg groot zijn geweest. Ja, die gevolgen die waren inderdaad groot. Hij is zijn baan kwijt. Iedereen op straat kijkt hem na. Maar wat nog steeds niet helemaal duidelijk is geworden, of niet duidelijk is geworden, is waarom Linders dit heeft gedaan. Ja, dat is denk ik na vandaag niet anders. Misschien dat het in de toekomst op de een of andere manier duidelijk kan worden. Maar hij kan daar zelf ook geen verklaring over geven, zoals ter terechtzitting ook betoogt. Maar goed, 240 uur werkstraf is het dus geworden. Dankjewel, Arianne de Jong, voor dit moment.